30 jaar geleden viel de Berlijnse muur. Het symbool van de Koude Oorlog, zoals de Britse auteur George Orwell het gewapende conflict tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ooit omschreef. Een jaar later, in 1989, werd Duitsland herenigd en werd Centraal- en Oost-Europa geïntegreerd in het westerse vrije marktsysteem. Daar zijn natuurlijk al bibliotheken over volgeschreven, maar misschien is het wel nuttig om even stil te staan bij de mening, de visie van Centraal-Europa zelf. Hoe kijken de Centraal-Europeanen tegen die drie decennia? Wel nu, recent onderzoek van de Amerikaanse denktank Pew Research komt tot de bevinding dat de balans positief is. Dus de overgang naar het vrije marktsysteem en het politieke meerpartijenstelsel wordt door de meerderheid als positief aanzien. Natuurlijk is de werkelijkheid altijd gecompliceerder en genuanceerder. Kijken we eerst naar de verschillen tussen landen, dan zien we dat Polen, Oost-Duitsland, Tsjechië en Hongarije opmerkelijk positiever zijn dan landen als Bulgarije, Oekraïne en Rusland. Vooral Rusland, waar de meningen zeer verdeeld zijn en waar de balans zelfs overhelt naar de negatieve kant. Ten tweede zien we ook verschillen naar leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Jongeren, en vooral zij die hoger opgeleid zijn, zijn merkelijk positiever dan de oudere en minder opgeleide landgenoten. En ten derde hangt het ook af van het onderwerp. Als hen bevraagd wordt naar de levenstevredenheid of de ontwikkeling van de levensstandaard, het opleidingsniveau, het onderwijsniveau en de fierheid over hun land, dan zeggen de meeste Centraal- en Oost-Europeanen dat er duidelijk progressie was. Maar wanneer het gaat over openbare orde, de familiale waarden en de gezondheidszorg, dan is de balans merkelijk negatiever of in ieder geval duidelijk minder positief. En inderdaad, niet alles is roze geur en maneschijn, dat zien we heel duidelijk. Een consensus is toch wel dat de meerderheid ervan overtuigd is dat vooral de elite, de bestuurlijke en de economische elite, veel meer baat hebben gehad bij de overgang naar het vrije marktsysteem. Veel meer dan de rest van de bevolking. En vandaag, anno 2019, zien we dat er toch wel vrij veel ontevredenheid is over het functioneren van het politieke systeem. Politici wordt verweten dat ze contact met de man in de straat verloren zijn en de voeling met de dagdagelijkse problemen kwijt zijn. Nu, dat laatste is natuurlijk geen typisch Centraal- en Oost-Europees verschijnsel, meer een universeel gegeven en een gevoel, een indruk die ook heel sterk leeft in de rest van Europa.